Jan Dino Asporaat, een bekende komiek met een rijk televisieverleden, heeft recentelijk aangegeven dat hij afscheid neemt van het medium waarin hij jarenlang schitterde. Zowel RTL als SBS hoeven geen telefoontje te plegen voor nieuwe projecten, want Jan Dino heeft resoluut besloten dat televisie niet langer zijn interesse wekt. Zijn verklaring is simpel: het is gewoon niet meer leuk. Met programma's zoals De Dino Show, Wie ben ik? en Dans 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 heeft Jan Dino zich een vaste plek veroverd op de Nederlandse televisie. Maar nu, na vele jaren van blootstelling aan het medium, voelt hij zich niet langer aangetrokken tot het ritme van tv-producties. De vrijheid die hij nu ervaart, verkiest hij boven de beperkingen van het televisiewereldje. Films en uitverkochte theatershows vormen nu de kern van zijn professionele leven, samen met zijn natuurpark op Curaçao. Het idee om te emigreren naar Curaçao is geen vage droom meer, maar een concrete ambitie. Het plan om daar een deel van het jaar door te brengen versterkt zijn afkeer van een televisiecarrière nog meer. Hij wil geen compromissen sluiten wat betreft zijn levensstijl en vrijheid, iets wat hij op televisie als onmogelijk beschouwt. Toch brengt deze mogelijke verhuizing ook vragen met zich mee, vooral met betrekking tot zijn leerplichtige kinderen. Maar Jan Dino en zijn vrouw Shirley hebben dit grondig onderzocht. De oudste twee zitten al op een internationale school, wat de overgang tussen Nederland en Curaçao soepel maakt. Deze praktische regelingen maken het voor het gezin mogelijk om hun droom van een leven op beide locaties te verwezenlijken. In 2022 openden Jandino en Shirley gezamenlijk een natuurpark op Curaçao, waardoor het eiland een nog belangrijkere plek in hun leven kreeg. Ze brengen er regelmatig tijd door, soms apart van elkaar om de kinderen te verzorgen. Het is een levensstijl die hen voldoening geeft en waar ze naar streven om te behouden, zelfs als dat betekent dat ze definitief afscheid moeten nemen van het televisiescherm.